Meneer Pres, voor u het woord. Ja, ik wou toch één minuutje inbrengen. En het is gewoon kicken natuurlijk. Maar de PVV die wil meer om Heinde Hondenveldjes ook hebben. Dat weet u. Ik weet zelf, ik heb, en dat moet inderdaad van de gemeente betaald worden. Ik heb zelf een heel klein hondje. En dat is echt een wereldbeestje, een Jack Russeltje. Hij is verschrikkelijk. Hij luistert verschrikkelijk goed. Hij is alleen verschrikkelijk slecht in het onthouden. Dus als ik hem los laat lopen en hij vliegt alle kanten uit. Dus het is heel erg belangrijk dat die om Heinde Veldjes er komen. Echt waar, voorzitter, dat meen ik serieus. Het is ook heel erg belangrijk dat die hondenveldjes heel goed onderhouden worden. Want het is, met name in Ockenburg heb ik anderhalf maand mijn hondje niet uit kunnen laten, omdat het hek werd vernieuwd. En honden zijn, die spelen graag. En daar zijn die veldjes ook voor. En als een hond speelt, dan moet je hem niet corrigeren. Dus het zijn eigenlijk geen vandalen, het zijn gewoon... Qua jongens, die gaten graven, waar kleine hondjes onderdoor gaan. Dus een beetje meer controle daarop zou ik ook heel erg fijn vinden. En dat was het in ieder geval. Dank u wel. Dank u wel. Volgens mij was dat uw eerste speech in de commissie. Gefeliciteerd met uw medespeech.